うん。<music> Nee, hoor, dat is, is geen, uh, geen probleem. Ik wil het met u dus over Gauguin hebben. Ik heb deze foto genomen. Ik vond deze wel, wel grappig. Uh, uh, even een paar dingen erbij. Her, wat, wat mij opvalt is dat hij. Uh, iemand zei tegen mij: Wat heeft die man grote voeten? Ja, dat vond ik een hele mooie opmerking. Had ik zelf niet gezien. Want, uh, wat mijzelf heel erg opvalt: Als u straks naar zijn schilderijen gaat kijken. Dat die vrouwen van hem ook altijd van die grote voeten hebben. Dus of dat, of dat nou een kwestie is dat hij dat. Daarop projecteert, ik heb geen uh, idee. Maar dit is een foto die van hem genomen is even uh, simpel gezegd in 1895. Dat is het moment waarop hij even voor een paar jaar weer terug is in Parijs. Dan heeft hij al een aantal jaren op Tahiti in Frans-Polynesië uh, gezeten. En uh, deze foto is genomen, je kunt het al wel zien, in het studio van Alphonse Mouka, dus de man van de beroemde posters, van de Jugendstil posters de wereld is klein natuurlijk wat, wat dat betreft. En hij zit hier op zijn, zijn krukje te spelen. En uh, goed, na een paar jaar zal hij straks weer terugkeren naar Frans-Polynesië. Om nooit weer terug te keren naar uh, Frankrijk uh, toe. En hij zal er uiteindelijk ook in op de Marquesas-eilanden overlijden. Uh, goed, wat moet ik over hem zeggen? Nou, eerst even, we hebben al heel veel van uh, Gauguin gehad. Vorige week zijn we met een Nabi-groep bezig geweest, allemaal in verband. Waarom, hoe uh, komt deze meneer er überhaupt naartoe om daar naartoe te gaan, naar Frans-Polynesië, naar verre streken? Als u niet al te veel geslapen hebt de afgelopen weken, weet u hè, dat Gauguin intussen een hele grote fascinatie heeft. Om niet te zeggen, een afkeur heeft van de westerse samenleving. En terug wil naar, laat ik maar zeggen, de onbespoten culturele uh, werelden. En dat zoekt hij in eerste instantie in Bretagne. En dat zal hij nou in Frans-Polynesië gaan, uh, gaan zoeken en die zoektocht daarnaartoe zal hem uiteindelijk dus inderdaad uh, in verre streken doen belanden. Maar uh, wat is de grote, laten we zeggen aanzet daartoe geweest? Nou goed, laten we even dingen op een rijtje zetten. Dit vind ik altijd zo leuk. Alle kwadjes vallen straks weer op hun plek. Want als u zich dat nog kunt herinneren, een paar weken geleden hebben we na die uh, cloisonistische school gekeken. Hè, die Pont-Aven school... die vervolgens in Parijs gezamenlijk... een expositie georganiseerd heeft... in dat café zonder spiegels. Weet u nog, daar moest een café geopend worden... voor kunstenaars. Spiegels waren niet gekomen. En zij hebben daar natuurlijk... Vervol daar vervolgens schilderijen... Aangeleverd. Wat heeft dat met Gauguin te maken? Nou ja, Gauguin heeft daar natuurlijk uh, zijn werken ook getoond. Maar u weet het intussen: dat, uh, dat uh, café bevond zich direct naast het terrein van de grote Wereldexpositie. Dus Paul Gauguin is regelmatig op de Wereldexpositie geweest. En met het feit dat Paul Gauguin regelmatig op de Wereldexpositie kwam, dat weet u nu intussen ook al wel. De Wereldexpositie had een grote afdeling die ging over de koloniën. En over tussen aanhalingstekens primitieve volkeren. En de culturen die je daartegen uh, kwam. En daar was hij zeer, uh, laten we zeggen, door geïnteresseerd. En dat heeft hij ook uh, volop naar rondgekeken. En dat is een van zijn belangrijkste redenen geweest waarom dat hij uiteindelijk ook gekozen heeft voor Frans Polynesië. Maar dat is nog niet alles in dit geval. Hij was ook bij Van Gogh geweest in Arlen, dat weet u intussen. Uh, Van Gogh heeft uh, toen, te toen tegen uh, Gauguin gezegd. Die twee hebben natuurlijk heftige discussies gehad over kunst en uh, welke kant dat het op moet en wat wel goed en wat dus niet goed was. En Van Gogh heeft eigenlijk twee dingen tegen hem gezegd, uh, simpel uh, uitgedrukt. Het eerste is, hij zei tegen Gauguin: het allerbeste werk wat jij ooit gemaakt hebt, heb jij gemaakt toen jij uh, in uh, Martinique zat. Dus die tropische schilderijen, die dertien werken die hij meegenomen had hè, uit, de, uit die andere Franse kolonie. Dat vond Van Gogh verreweg zijn en zijn of zijn allerbeste werk. En zei van Gogh vervolgens tegen hem, als je zo geïnteresseerd bent hè, in die, laat ik maar zeggen. ...onbespoten culturen, over die primitieve volkeren, over dat bountyparadijs op aarde. Dan weet je wat je moet doen. Heb je die nog niet gelezen? Nou, dat moet je echt gaan doen. En dat boek heet La Mariage de Lotie. Of Lotie, Lotie, Lotie. Nou, maar laat het zitten voor wat het is. Een bestseller uh, in, uh, in deze dagen. Het verhaal gaat over deze Franse marineofficier die, ik zie dat een R ontbreekt nog, uh, over een Franse marine-officier die uh, in dat boek Geromantiseerd zijn belevenissen als marineofficier. onder meer op Tahiti beschrijft. En wat doet hij daar? Daar beschrijft hij natuurlijk. Eh, hoe ongelooflijk. laat ik maar zeggen. bounty paradijs op aarde dat dat is. Dat de inboorlingen hen. Eh, ja, onschuldige kinderen zijn. en een beetje wilden. en weet ik veel wat allemaal meer. Maar ook vooral hoe. Eh, ik zou bijna zeggen. gewillig de vrouwen zijn. die je daar op het eiland eh, tegenkomt. Kortom, hen als je. Nou, laat maar zeggen, het, het, het paradijs wilt gaan zoeken. Als je terug wilt naar de oorspronkelijke wereld van de eenvoud, dan moet je daar naartoe. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg uh, grappig uh, om, uh, om te zien. En dat heeft dus uh, Gauguin vervolgens ook gedaan. Tuurlijk snapt u dat wel, was dit zwaar geromantiseerd. En klopte er natuurlijk links en rechts uh, weinig uh, van. Daar zal Gauguin ook nog wel achter gaan, uh, gaan komen. Het punt alleen is, en dat is altijd grappig. Ja, de, 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 kijk, alles past weer in elkaar. Hè? Want dit boek, namelijk de, de, de Bruiloft van, uh, van Loti, uh, Kent u eigenlijk al wel weer via een een of andere zijpad. Want deze marineofficier heeft namelijk niet alleen een bezoek gebracht aan uh, Frans-Polynesië. En heeft daar, boeken, daar dat boek over geschreven. Een aantal jaren later is hij nog met een collega naar Japan geweest. En ook daar heeft hij een boek over geschreven. Beide boeken zijn, uh, laten we zeggen, bestsellers geworden. En beide boeken zijn uiteindelijk uh, inspiratiebron geworden voor twee opera's. Zijn belevenissen in Japan is Madame Butterfly geworden uh, van Puccini. En uh, de, die bruiloft van Loti, natuurlijk met allerlei andere dingen eraan toegevoegd en gecombineerd met een ander verhaal, is de basis geworden van die opera lac die wij een aantal weken geleden uh, ook al tegen zijn uh, gekomen. Dus alles, nou, alle stukjes van de puzzel passen weer in elkaar, uh, zoals u dat uh, kunt gaan zien. Nou goed, wat was dan het hele idee? Uh, het eerste wat ik even moet zeggen: hoor, het contact tussen Van Gogh en uh, Gauguin. Uh, met het vertrek van Gauguin uit Arles was niet direct daarmee afgelopen. Die twee hebben nog wel gecorrespondeerd. Gauguin heeft hem zelfs nog voorgesteld om, een, uh, om een, een atelier samen te beginnen in Parijs. Maar dat is hem allemaal niet geworden. Uiteindelijk heeft uh, Gauguin besloten dat hij uh, Frankrijk de rug toe wilde gaan keren. Heeft gewoon zijn heel hele boeltjes verkocht, zijn schilderijen verkocht. Heeft nog één keer zijn vrouw opgezocht in, uh, in Kopenhagen. En uh, ik weet niet hoe dat ze uit elkaar gegaan zijn. Is verder ook niet zozeer interessant in dit geval. Maar op 1 april 1891 vertrekt hij met een schip vanuit Marseille. Met de belofte dat hij als een rijkman terug wilde gaan keren. Nou goed, ik kan u zeggen, ik vertrek ook elke dag bij mijn vrouw vandaan. Met de belofte dat ik als een rijkman terug wil gaan keren. Maar dat is mij nog steeds niet gelukt. Hem, hem zal dat uiteindelijk ook niet uh, lukken. Maar nou, veel belangrijker is dit: he, bedoel van zijn bedoeling is vooral om die Europese beschaving, he, die bedorven wereld achter zich te laten. En uh, alles wat maar enigszins kunstmatig en conventioneel was, zoals je dat dan noemde, dat uh, ja, keerde hij de rug toe en hij zou een nieuwe wereld tegemoet uh, gaan. Ja, wat gebeurt daar uh, vervolgens? Ik ga niet alle details met u doorlopen, hoor, maar hij vestigt zich vervolgens in eerste instantie in de hoofdstad. Maar uh, ja, een aantal zaken. Eén, het leven is daar heel erg duur. Twee, dat voelt me al wel aankomen. Die stad is natuurlijk al lang niet meer, ja, laten we maar zeggen, onbespoten, onbedorven. Want daar zitten Europeanen, daar zitten missionarissen. Dus dat is verwesterd van hier tot ginder. Dus dat was al een bittere teleurstelling. En drie, en voor zover hij mogelijk nog hoopte, dat hij daar bijvoorbeeld geld zou kunnen verdienen door bijvoorbeeld portretten te schilderen. Hij heeft er wel eentje gemaakt, daar was dat niet zozeer een groot succes. En de uitkomst uiteindelijk is geweest dus dat hij uh, nou, de stad verlaten heeft na een, uh, een periode. En dat hij uiteindelijk een hut is betrokken, ongeveer 45 kilometer bij de hoofdstad vandaan, om dat in te richten als atelier. En daar heeft hij zijn werk. Uh, vooral verricht. Eén ding, uh, en, en, en dit is de boodschap die ik u nu direct meegeef. Ook al vergeet u alle rest wat ik u vanmiddag ga vertellen, in dit geval, maar wat u mee moet nemen als je naar de wereld... van. Nee hoor, dat klinkt heel erg ingewikkeld, dat is het uiteindelijk niet. Wat u zich moet voorstellen: Gauguin heeft natuurlijk, had tijdens zijn leven sowieso al een hele grote belangstelling voor. Andere culturen, primitieve culturen, natuurlijk logisch, hè, als je daar jarenlang mee bezig bent en uiteindelijk naar Frans-Polynesië vertrekt. En dat betekende dat hè, toen hij naar uh, Frans-Polynesië vertrok, hij, zo stel ik mij dat voor, gewoon zo'n hele hutkoffer bij zich had met ook allemaal spullen als foto's en tekeningen van oude culturen en andere uh, gebieden en uh, noem uh, maar op. En dat leidt ertoe dat als u dus straks van dat is het pro grote probleem waar hij uh, tegenaan gaat lopen. Hij gaat zeg maar schilderen in Frans Polynesië, probeert daar wil daar eigenlijk de originele uh, Maori Polynesische cultuur schilderen, maar de werkelijkheid is dat die cultuur intussen al grotendeels verdwenen is. Dus hoe schilder je dan? Dus wat Gauguin eigenlijk gedaan heeft in dit geval. is datgene hè, wat hij daar niet voorhanden had. dat heeft hij, ik zou bijna zeggen. uit zijn grote kist getoverd. Dus op basis van prenten en tekeningen. die hij van andere culturen had. Met als gevolg dus dat als u naar de schilderij van Gauguin kijkt. met afgodsbeelden en andere dingen erbij. u zult straks voorbeelden tegen gaan komen. en u denkt van. ik kijk hier naar een mooie. Oorspronkelijke originele Polynesische cultuur uit de 19e eeuw, dan kan ik u zeggen dat u genept wordt. Dat is dus gewoon niet uh, zo. Uh, zijn, zijn werk, althans he, wat daarop voorgesteld wordt. Even afgezien he, van compositie en kleur en sfeer. Ik bedoel, het is allemaal heel erg fantastisch. Maar de inhoud is wat we met een mooi woord noemen eclectisch. Dus dat wil zeggen dat hij dingen uit verschillende culturen en werelden uiteindelijk samenvoegt. met een doosje, dosis van zijn eigen fantasie erbij. En dat worden uiteindelijk zijn schilderijen. He, eclectisch is dat begrip. Wat u, ik zeg altijd tegen u: als u ooit in een gebouw rondloopt en u hebt een beetje verstand van, van uh, architectuurgeschiedenis. dan denk je van: ja, ik, ik kan er geen touw aan vastknopen. is, is het nou gotisch? Nee, dat is, ja, dit, dit is gotisch, maar dit is, dit is dan weer klassiek. En Als u daar gewoon niet uitkomt, dan moet u gewoon uw neus de lucht insteken. en gewoon heel arrogant zeggen: ah, dit is eclectisch. En dan zit u altijd goed. Ja. Want eclectisch is gewoon die combinatie van, uh, van stijlen door elkaar. He, ik zeg ook altijd, als u. Ik zeg ook altijd van als u, als bijvoorbeeld bij iemand bij u thuis komt, u zegt van in welk stijl hebt u uw huis ingericht? Bijna, bijna ieder huis is eclectisch ingericht. Want het is een beetje van dit en een beetje van dat. En een beetje van zus en een beetje van zo. En dat kom je dus ook gewoon zeg maar, in de wereld van de kunsten uh, tegen. Maar je, je proeft, je ziet, je voelt. U zult dat straks nog wel gaan zien. Heel veel dingen ja, uit andere culturen, soms zelfs letterlijk uit andere. Tijdperken in zijn werk weer uh, terugkeren. Uh, uh, ik heb hier even uh, dit schilderij. En kijk, het, het punt natuurlijk, is, is allemaal, het, het werk is straks heel kleurrijk en prachtig, tonaal op elkaar afgestemd. Het heeft natuurlijk nog steeds dat poisonistische met die kleurvlakken, vaak ook met lijntjes eromheen. Uh, nou goed, u ziet ik heb even dit schilder uit 1892 genomen. Hè. Het heet De Markt. Het eerste wat hij trouwens doet als hij in Frans-Polynesie zit, dat hij al die schilderijen, uh, in, ik zeg maar Maori titels gaat geven. Nou is mijn Maori of Polynesisch ongelooflijk beroerd, dus ik zal het af en toe uh, niet geweldig gaan uitspreken. Maar dit werk heet dus met een mooi woord De Markt. Het eerste wat hier aan opvalt is de platheid van de voorstelling, zou ik bijna willen zeggen. Bijna geen perspectief dat het heeft. Het tweede wat je bijna in alle schilderijen van Gauguin tegenkomt... de hoofdpersonen zijn vrouwen, 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 man, vrouwen, 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 vrouwen... Ik weet het niet. Vrouwen, 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 zo ongeveer. Ja, dat is de algehele thema die je daarin aantreft. Tropisch, kleurrijk, eh, met zijn eigen invulling. Maar u hebt hier al eventjes naar kunnen kijken. Dit zijn zogenaamde, laat ik maar zeggen, Polynesische vrouwen die op een bankje bij de markt zitten. Maar eh, wees u nou even heel eerlijk, u hebt bijna het idee alsof u naar een Egyptische muurschildering zit te kijken. <laughs> De manier hè, zoals ze hier neergezet zijn, eh, bijna letterlijk wat je bijna kunt zeggen, zelfs met hun handgebaren daarbij, dat noemen wij dan met zo'n mooi woord de hieratische houding. En hierin zie je dus ook heel mooi weer terug dat we, wat we vorige week ook bij die Nabi-groep hebben gezien. Die dus een belangstelling hadden voor decoratie en de Egyptische wandschilderingen. Datzelfde fenomeen zie je dus ook bij Gauguin terugkeren. Nou, ligt dit er wel 3000 meter dik erbovenop. En daarom begin ik daar natuurlijk ook in eerste instantie mee. Maar dan snapt u direct wat hier aan de hand is. Dit heeft hij dus gewoon heel duidelijk ook met een van zijn prenten uit de wereld van het oude Egypte uh, gemaakt. Dus dat is één. Het twee uh, is dit. Uh, dit schilderij zal ik even met u naar willen gaan kijken. Ik heb daarboven staan drie keer een vahin. Ja, ik, heb, ik mag de man niet, zeg ik altijd. Ja, hij maakt fantastisch kunstwerk. Maar de man zelf vind ik een, een akelig iemand. Dus, maar ik zal u even meenemen wat hier namelijk aan de hand is. U ziet hier een schilderij van een, uh, een, een, een vrouw. Ik moet eigenlijk bijna zeggen een meisje. Een meisje is het in dit geval. Daar staat drie keer een wahin. Wahin betekent uh, in het Polynesisch eigenlijk bruid. Zo moet u dat uh, uh, voorstellen. En ik zal u even uitleggen wat hier namelijk aan de hand is. Uh, Gauguin ging natuurlijk uit Papé te weg. Kwam daar ergens 45 kilometer verderop in een hut terecht. Was natuurlijk in zijn Uppie. En dit is ook hetgeen wat hij later in zijn reisverslag beschrijft. Op het reisverslag heet Noah Noah. We zullen straks nog wel eventjes voorbij zien komen. En daar kwam hij dus op een gegeven moment bij een hut. Althans, hoe beschrijft hij dat? En wat zich daar exact afgespeeld heeft, weet ik ook niet meer in exacte detail. Maar het komt er eigenlijk hier op neer. Hij zocht eigenlijk iemand. Voor weet ik veel nog wat. En uh, daar kwam het volgende uit: dat na één dag was hij getrouwd met een 13-jarig meisje. En dat is dus dit meisje in dit geval. Wat u zich moet voorstellen, dus op zoek naar iets van een partner of weet ik veel nog wat. En de ouders van dit meisje, dan moet u wel bedenken dat, uh, dat je natuurlijk hier in Frans-Polynesië zit. In de cultuur in die tijd was het zo dat als je een, uh, als een meisje vrouw geworden is, was, dus één keer gemenstrueerd had, had dan was zij volwassen, uh, verklaard. Dus was zij in staat om het huis te verlaten om mee te kunnen gaan trouwen. En uh, dit schijnt echt in een ochtend uh, bedisseld te zijn. Hij is daar gekomen. Er is overle overlegd en zoiets van nou, uh, je kunt onze dertienjarige dochter wel. Uh, uh, mee, uh, meenemen en dat heeft hij dus uh, daarna ook gedaan en zij was dus een wahin zoals het heet zij was daarmee dus zijn bruid nou heb ik daar al zware grote twijfels over als je dit soort dingen uh, gaat uh, gaat doen uh, de reden waarom dat haar ouders dat deden het hoort natuurlijk een beetje bij de cultuur het tweede wat je natuurlijk ook moet bedenken in deze situatie is dat hij was natuurlijk een blanke en uh, ja, voor goede contacten en voor aanzien was het natuurlijk voor zo'n gezin ook wel handig om uh, te doen. Uh, uh, Gauguin zelf heeft, uh, had ze dubbel de jackpot geschoten, mag je rustig zeggen. Eén, hij had hiermee een meisje waar hij uh, letterlijk het bed mee zou kunnen gaan, uh, gaan delen. Maar twee, en dat was natuurlijk ook de wereld van Tahiti in die dagen. Is dat uh, Tahiti was gewoon een heel laat zeggen, een rijk en vruchtbaar uh, eiland. Dus als je daar bij wijze van spreekt. He, je kon daar uit je hut lopen, je liep naar de bergen toe. En je kon gewoon de mango's en de bananen letterlijk van de bomen plukken. En, en je liep naar, uh, naar de, uh, de baai toe. En met een speertje ving je vervolgens vis. Dus eten en drinken, dat soort zaken was volop aanwezig. Zonder dat je daar heel veel moeite voor hoefde te doen. Maar de praktijk over het algemeen was dus dat de vrouwen die taak op zich namen. Dus hiermee had hij direct ook gegarandeerd dat zijn eten en drinken op tafel stond. En mochten ze dat zelf dus dan niet voor elkaar krijgen, dan was haar familie daar ook nog eens een keer verantwoordelijk voor. Dus konden ze ook nog op hun voorraden uh, terugvallen. Uh, maar goed, hij, uh, hij heeft hier dit 13-jarige meisje als, uh, als echtgenote genomen. Bedenk u wel, hij was nog steeds getrouwd met Mette in Kopenhagen. Ja. Dus het is het. Uh, en dit is natuurlijk ook niet officieel bij de Franse burgerlijke stand uh, 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 gesloten. Kijk, ik heb daar zwaar. Ik, 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 ja, persoonlijk vind ik dat het niet kan hoor. Als je, Hij was natuurlijk. Van, hoe oud is hij? We zitten dan in uh, 18, uh, nou, 1890 zo ongeveer. 1890 hij is in 1848 geboren. Dus al, hoe oud is hij? Ja, een dikke veertiger zo ongeveer. Dus dan trouw je met een meisje van een jaar of dertien. En hier staat dus: ik heb hier even drie keer een wahine genoemd. Van ik ga dat natuurlijk niet elke keer weer met u uitspitten. Maar het punt is: hij heeft haar dus als levensgezel in gehad. Zij zal straks natuurlijk ook regelmatig als model op zijn schilderijen weer uh, terugkeren. Maar hij zal natuurlijk, wat u net gezien hebt, ook terugkeren naar Frankrijk toe. Dan laat hij haar gewoon achter. Om dan als hij later dan weer terugkeert er natuurlijk achter te komen dat zij intussen een andere jongen gevonden heeft. Iemand wat meer van haar leeftijd. Dus het is uh, goed gekomen. En hoeft zij hem niet meer. Maar uh, ja, dat belet hem natuurlijk niet om, om enige tijd later weer een nieuwe Wahine te gaan nemen. Dan kan ik u tot troost zeggen dat hij niet 13 jaar oud was. Deze was 14 in elk geval. Dus uh, ja. En uh, ja. Die heeft, die heeft er dus een tijdje nou, zijn levensgezel geweest, laten we weer zeggen. En aan het eind van zijn uh, leven dan verhuist hij nog een keer weer. Dus dan gaat hij naar de Marquesa-eilanden toe. En uh, dan zegt zijn vrouw op dat moment hè, tegen hem zoiets van, uh, sorry ik ga niet met jou mee. Want uh, ja, mijn familie en alles woont hier. En als jij zo nodig daar naartoe wilt, uh, toedeledokie, ga je gang. Maar ik doe dat niet. Want ook iets zegt over de strikte binding hè, van dit soort huwelijken. Dat werd ook een beetje los vast uh, beschouwd. Met als, uiteindelijk als uitkomst dus dat hij op de Marquesa-eilanden kwam. En toen hij daar kwam, heeft hij dus weer een Wahin genomen. En dit was een meisje ook van 14. Dus uh, ja... Nou ja, goed, dat is, dit vind ik al sowieso. Nou ja, nou, nou, goed, dit is, ik vind het een hele suspecte kant aan hem. Wat dat betreft, laat ik even heel eerlijk zijn. In meer dan één opzicht, maar u zult er nog wel meer dingen tegen gaan komen. Zeker ook als je bij die tweede en zeker bij die, als je bij die derde vrouw van hem gaat kijken. Als u, als u weet dat hij gewoon weet en dat hij leidt aan zware syfilis op dat moment. Dus uh, ook als hij dat laatste meisje van 14 jaar uh, neemt. En daarmee trouwt, die overigens een kind van hem krijgt, die overigens gelukkig wel gezond uh, geworden is. Maar ik heb ook altijd begrepen. Ik, ik las ook in een van mijn boeken, waarin gewoon stond dat, dat, dat zijn laatste bruid meer de, de tijd kwijt was om aan zijn wonden en zijn zweren, et cetera, te verzorgen. dan dat hij. Uh, ja, dit, dit is echt een man die uh, nou, aan de syphilis, zoals dat dan heet. Zeker als hij de tweede keer weer terugkomt. Laat ik u direct even mee, meenemen hè, van wat, wat, dat, wat dat is. Zeker ook als hij de tweede keer terugkomt. Dan volgens mij was dat op Marker 6 eilanden ook zo. Maar prik me niet op vast van waar dat allemaal zit. Maar op een gegeven moment had hij gewoon moeite om door mensen in zijn omgeving geaccepteerd te worden. Omdat ze namelijk dachten dat hij lepra had. Dus dat hij gewoon melaars uh, was vanwege de huidaandoening en hij had eczeem en hij had syphilis en uh, nou goed, dit, het was een uh, goed, je wordt daar niet vrolijk van wederom hem om even, want er zat altijd aan te geven van wat, wat doet dan die syphilis naast al het andere wat ze natuurlijk doet ik vind altijd het mooiste uit te leggen uh, als je naar het Engels gaat kijken, want we kennen natuurlijk het fenomeen pokken en wij spreken hè, in het Engels spreek je altijd als je over de pokken hebt, hebben ze in het Engels altijd over smallpox dus de, de, de kleine pokken. Maar als je dus het begrip smallpox hebt. dan moet je direct denken: van ja, maar als er dus smallpox zijn. dan moeten er dus ook bigpox of largepox zijn. Ja, dat klopt. Want in de 18e eeuw, als je dus largepox had. had je dus syphilis. Want daar kreeg je dus van die grote zweren uh, van. Uh, let u maar eens op, als u soms aan het eind van de 18e eeuw. Plaatjes gaat krijgen van. Uh, Howard is er Howard is een heel beroemd voorbeeld van. Die dan platen gaat maken. die zich bijvoorbeeld in een bordeel afspelen. In de 18e eeuw was het altijd heel erg mode. dat je van die, van die moesjes. weet je wel, van die zwarte plakketjes. dan ergens neerzetten. Dat is als schoonheidsvlekjes. Maar die prostituees die altijd met zulke schoonheidsvlekjes rondlopen. En dan snapt u wel dat dat niet is als schoonheidsvlekje. maar dat dat. Bedoeld is om de sporen van de syphilis. Uh, uh, laat ik maar zeggen. Uh, te verbergen. Nou goed, dat even als geheel. En zult, er zitten meer kanten aan hoor. Ook dat moet u zich natuurlijk bedenken. Uh, Paul Gauguin gaat naar, uh, naar. naar Tahiti toe. die gaat naar Frans-Polynesië toe. die gaat naar Oceanië toe. om dus de. primitieve wereld weer terug te vinden. Maar primitief is voor zover ik. Heen kan kijken, primitief in alle opzichten. Hè? Dus primitief betekent niet alleen dat je de primitieve cultuur gaat opzoeken, maar dat je dus ook de primitieve cultuur qua seksuele moraal, et cetera, op gaat zoeken. Kom daar straks nog wel weer op terug in uh, deze. Nou, goed. Hij. Uh... Is dus getrouwd met deze dame. Dit is een portretje wat hij van haar geschilderd heeft in 1893. Uh, er was waarschijnlijk nog een derde belangrijke reden waarom dat hij haar uh, graag wilde. Wilde tussen aanhalingstekens. En dat is, zij was natuurlijk van oorsprong iemand uit Polynesië afkomstig. Dus zij zou hem het een en ander kunnen vertellen over de wereld van de cultuur. Het geloof, religie. Al dit soort zaken meer wat je daar in die streken tegen komt. Nou, dan nou kan ik u zeggen: fout, 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 fout. Want het grote punt is, de echte oorspronkelijke Polynesische cultuur was eigenlijk grotendeels al verdwenen. En dat kunt u ook hier op dit schilderij namelijk zien. Want de meeste mensen interpreteren dat ook grotendeels als volgt: Zij staat hier op afgebeeld. Uh, in haar hand ziet u hen, houdt zij een waaier vast. Dat waaier is een symbool van uh, schoonheid. Maar ze draagt ook tegelijkertijd zo'n mooi gestreept jurkje met zo'n kraag. Uh, kantkraagje erop. Dat is dus in principe, zo wordt dat uitgelegd, het jurkje wat zij droeg als zij naar de kerk ging. Dus zij was eigenlijk helemaal niet Polynesisch oorspronkelijke cultuur, maar ze was al zo katholiek als het maar kon. Hier hadden de missionarissen, laat ik maar zeggen, hun werk al aan verricht. Dat is ook precies hetgeen hè, wat je uh, op Tahiti vindt. Dat zeg ik ook altijd. Ja, uh, Paul Gauguin gaat naar Tahiti toe. In de hoop dat hij daar Adam en Eva in het paradijs aan zal treffen. De waarheid is dat, dat hij ze misschien wel vindt, maar de missionarissen zijn hem dan nou voor geweest, bij wijze van spreken. En dus in de oorspronkelijke staat vind je dat uh, niet meer. En daar zit dus het grote punt. Voor zover hij haar graag had willen hebben als een brug om, her, haar te, om hem te vertellen over die oorspronkelijke Polynesische cultuur. Kon zij dat gewoon niet? Eén, daar was zij te jong voor. Twee, was ze daar katholiek voor. Drie, zij was een meisje. En als we straks naar die cultuur gaan kijken, wat we niet uitgebreid gaan doen. Maar de algehele regel is dat de, de geheimen van die cultuur. via de mannen doorgegeven werden. en niet via de vrouwen doorgegeven werden. Dus dat is één. Nou goed, dit is, het, dit is, de, dit is zij waarschijnlijk hoor, we weten het niet zeker. Maar dit is vaak, uh, wordt vaak gezien als de foto van zijn eerste bruid, zoals ze dan uh, met, een, uh, met een mooi woord heet. Dat bloemetje in het haar, wat u ook hier uh, weer gegeven uh, ziet, uh, dat is het teken dat ze getrouwd is. Nou goed, dat is ook uh, even om u, u mee uh, te nemen. Uh, het punt is, um, wat moet ik daar nog meer van zeggen? Nou, Laten we even onderaan beginnen, linksonder, daar ziet u uh, mango's liggen. Dus dat zijn vruchten. Nou, daar kunt u verschillende dingen aan uitleg bij, uh, bij geven. In dit geval, en dat mag u ook rustig doen. Eén staan de mango's die je, en de vruchten die je veelvuldig op schilderijen... Tegenkomt vooral natuurlijk ook over voor de vruchtbaarheid van Tahiti zelf. De rijkdom van de natuur, de rijkdom he, van voedsel, wat je daar allemaal in kunt vinden. Ook natuurlijk een symbool van de wereld van de tropen zelf. Maar daar ligt ook nog een tweede laag vervolgens overheen of achter, of hoe dat u dat wilt. U weet het waarschijnlijk al wel, maar als u in een 19e-eeuwse schilderij een jonge dame tegenkomt. en die is daar bezig om uw kersen of aardbeien aan te bieden. dat betekent dat als u dat vervolgens aan gaat nemen, dat u meer van u, laat ik maar zeggen. nou verwacht wordt, klinkt wel heel erg. maar dat ze tot u meer uitnodigt dan alleen maar kersen en aardbeien eten. En u moet er dan rekenen dat u de volgende ochtend ook nog de afwas moet doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus u brengt. Hè, het is een uitnodiging tot, nou laten we zeggen, het bedrijven van de liefde. En zo moet u de mango eigenlijk ook zien in deze schilderijen. Mango is dus ook een uitnodiging tot liefde, tot uh, geslachtsgemeenschap. En alles wat daarbij hoort. En zegt ook iets over haar vruchtbaarheid uh, in deze hele uh, voorstelling. Nou, als u dan een stapje verder gaat kijken, dan ziet u achter haar een soort van een ja, schildering. Hè, laat ik maar zeggen, met. Nou, ik, wat, zouden wij, wat maken wij daarvan? Laten we eerst maar eens even naar de titel kijken. Want dan komen wij gewoon weer een stap verder. Hier staat na Tehamana, dat was haar naam, zoals het dan heet. En Tehamana heeft veel ouders. Of zo heet het schilderij ook wel de voorouders van Hier Hierboven staat de Polynesische. Tikst, daar ga ik maar niet weer. Uh, dat spreek ik toch ongetwijfeld verkeerd uit, denk ik. Als een echte Polynesië tegen het lijf uh, loopt. Dit heeft twee, uh, uh, ook weer twee invullingen. Eén, toen zij namelijk trouwden met Gauguin. Dan moet u even weten hoe dat die familiestructuur in Polynesië in elkaar zit. Uh, zij trouwden met hem. En zoals dat gaat, natuurlijk, moeten je ouders moeten daar toestemming voor geven. Maar de Polynesische familiestructuur is, was in die tijd dat je niet alleen ouders had van een kind. Maar je had ook een soort van een voogd-pleegouders. Die mede verantwoordelijk waren voor het kind. Dus als het kind ging trouwen, dan moesten ook die toestemming geven. Dus zij had zeg maar meerdere. Ouders die uiteindelijk over haar moesten beslissen, en meerdere voorouders die over haar moesten beslissen. Tegelijkertijd, hè, als je naar de mythologie van het oude Polynesië ging kijken, uh, even heel kort door de bocht, dat, dat komen wij bij ons natuurlijk ook tegen. Waar komen de Tahitianen dan vandaan? Nou, die kwamen natuurlijk voort uit het feit dat een van de goden of een godin het met een mens gedaan had, en de andere. Dat had het ook eens een keer gedaan. En oftewel, de godenwereld is in principe de voorouders van de Tahitianen. Dus als we het dan hebben over de voorouders van de Tahitianen en over de wereld van de Polynesische goden, wat zien wij dan hierachter? De Polynesische goden of een verwijzing van degene wat de, zeggen, wat de verwekkers zijn van de mensheid in dit geval. Leuk. Alleen het grote punt is, op het moment dat Gauguin daar kwam, was de religieuze verering in Polynesië al helemaal verdwenen. En twee, niemand wist en zei al helemaal niet hoe dat de beeldenissen van de oude goden eruit had gezien. Dus wat hier uh, Gauguin gedaan heeft. die heeft geen, uh, laten we maar zeggen, totems. of beelden of goden. of voorstellingen voorgesteld van de Polynesiërs. want hij wist niet hoe dat, dat eruit had gezien. maar haalt dat gewoon ergens anders vandaan. En een van de dingen waar hij het bijvoorbeeld vandaan haalt. en dan zie je dus hè, zijn grote uh, inspiratiebron. zijn bij de reliefen die uit Borobudur afkomstig zijn. Dus hier zie je ineens. Goden, afgodsbeelden uit hele andere culturen opduiken. in uh, uh, schilderijen van Gauguin. En dat zal hij straks re regelmatig gaan doen. omdat hij gewoon. Ja... Is hij daar dan ook geweest? Ja, is... Nee. Die had, daar had hij gewoon foto's en tekeningen van in zijn kist zitten. Net zoals dat hij nooit in Egypte geweest was. Of net zo min als hij ooit in Java of in Japan geweest was. Dus dat was gewoon. Het is voor hem gewoon knippen en plakwerk geweest. Dus hier ziet u dan zogenaamd Polynesische goden. Maar dat zijn helemaal geen Polynesische goden. Die heeft hij gewoon uit zijn dikke duim gezogen. Snapt u? En dat is dan nog niet alles, maar goed. He, als je dan nog een stapje hoger gaat. dan ziet u boven haar hoofd. ja, een soort van een, een, een teken staan. Een, 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 een glieven, een runen. wat u daar ook in vredesnaam van wil gaan maken. Ik weet niet. we geven het een naam, officieel heet het de Glieven. zoals het er met een mooi woord uh, uh, heet. Uh, ik. ik uh, ik ben afgelopen woensdag had ik natuurlijk niet moeten doen. Maar dat doe je nooit. Ik zeg van nou ja goed, ik, ik, loon, ik loof duizend euro uit voor degene die kan lezen wat daar staat. En toen was er natuurlijk iemand die zei van oh, ik kan je wel zeggen wat daar staat. En dan denk ik van, oh, dat is het. Uh. Ja, de, 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 het, grote, het grote punt is: ik zeg van ja, hier val ik in mijn eigen zwaard, zoals het dan heet. Waarom val ik dan namelijk in het eigen zwaard? Als hij, hij, als hij bijvoorbeeld tegen mij gezegd had: hier staat dat en dat en dat, had ik dat namelijk niet kunnen weerleggen. Waarom namelijk niet? De glieven die u hierboven ziet, is namelijk een schrift die wij tot op de dag van vandaag niet kunnen lezen. Het is een van de weinige schriften in de hele wereld waar we nog steeds de ontcijfering niet van kennen. Dus we kunnen niet lezen wat er staat. Dus als hij zegt van daar staat dat en dat, ja, dan kan hij gelijk hebben. Maar uh, nou, dat weet ik uh, ook niet. Maar de kans dat, dat hij gelijk heeft is bijna 0,000. Dus hier staat een een of andere mystieke schrift wat we niet kunnen gaan lezen, maar het grote punt is: uh, we kunnen het niet lezen, maar wat voor schrift is het? Het is helemaal geen schrift uit Polynesië. Deze schrift die u hier tegenkomt, komt van Paaseiland. En hoe komt hij nou ineens aan glieven? in Paaseiland? Nou, daar gaan we weer, Paul Gauguin. Was in Parijs naar de wereldexpositie van 1889 geweest. Waar natuurlijk de hele wereld tentoonstel gesteld werd, bij wijze van spreken. En daar had hij dus een boekje of een, een of andere replica, of weet ik veel wat nog gevonden van Paaseiland met dit soort geschrift. Dus kortom, wat hij hier gedaan heeft, je zou bijna kunnen zeggen het is letterlijk knippen en plakken. Hier komt de wereld van het Katholicisme komt hier voorbij zetten. Hier komt de wereld van het Verre Oosten voorbij zetten. Paaseiland komt voorbij zetten. Polynesië komt voorbij zetten. Maar is dit oorspronkelijk de Polynesische Tahitiaanse cultuur? Ik vrees dat ik u teleur moet stellen. Snapt u? Wat niets afdoet van het werk zelf hoor. Maar. En daarom noemen wij dit werk bij hem ook heel vaak hem met een mooi woord: uh, ja, wat met een mooi woord heet, uh, eclectisch. Uh, het punt namelijk is het, dat hij natuurlijk wel op zoek was naar, naar uitingen van die cultuur, maar die waren er dus gewoon niet meer. Dus vervolgens waren er mensen op Tahiti die zeiden: Nou ja, als je dus wilt weten hoe het gezeten heeft, van het is er dus niet meer. dan hebben we wel wat boeken voor je wat je kunt lezen. En dit zijn dus de twee titels die vervolgens uh, Paul Gauguin heeft aangeschaft. En daarin heeft hij dus nagelezen wat voor religies en godsdiensten men oorspronkelijk daar in Polynesië. voordat we dus de missionarissen kwamen, erop nahielden. Maar uh, tegelijkertijd was het, waren het ook boekjes waar geen plaatjes in stonden. Dus als daar op een gegeven moment sprake was van een, een of ander god of een godin, wist je dus niet hoe die er in de belevenis van die mensen destijds uitgezien had. Dus hij kon gewoon ja, zijn duim in zijn mond steken en kon gewoon voor zichzelf verzinnen wat voor invulling dat hij daar aangaf. gaf. En uh, nou, ik zou zeggen, klaar is, uh, is Kees. Tuurlijk hè, zijn er nog wel sporen vandaag de dag van die cultuur weer terug te vinden van de Arioi ario of hoe dat ze ook in vredesnaam mogen heten. Maar ja, dus, dat is dus wel hetgeen wat, die, uh, wat, wat je straks in zijn werk constant weer terug ziet keren. Vandaag de dag hè, hebben wij ook nog wel wat kleine uh, oorspronkelijke artefacten, en wat we dan met een mooi woord noemen, uit, de, uit die cultuur. Dus ik neem aan dat dit ook een soort van een geest of een godheid is, die we dan nog ergens uh, hebben weten opduiken. Maar u zult straks absoluut zien dat dat niets te maken heeft met de wereld, zoals we die in de werken van Gauguin tegen. Komen. Goed, snapt u in dit geval, nou, dit is het hele verhaal wat daarvoor, dit, dit hebben we al eens een keer gehad. Uh, zijn, uh, zijn, zijn vrouw, hè, zijn eerste vrouw, duikt natuurlijk regelmatig op in zijn werk. Ik had u ook al gezegd: hè, Gauguin is een multitalent, dus die, die is van alle markten thuis. En naast dat eerste beroemde schilderij wat u hebt gezien, uh, hebben we ook dit van haar. Dit is dus haar hoofd gesneden uit uh, hout. Bevindt zich in het uh, museum uh, uh, in Parijs, het NKDOC-museum. Uh, en het is dus hetzelfde meisje als deze. Dat begrijpt u eigenlijk uh, al wel. Ook met die bloem hierboven uh, in het haar. Wat ik heel jammer vind hoor, dat ik niet een foto van de achterkant heb kunnen vinden. Waarom niet? Omdat hij namelijk aan de voorkant ziet weer het gezicht. En aan de achterkant schijnt hij deels hol te zijn. En daar is een naakte vrouw in uitgesneden. Dus ook hier zit weer de wereld van naakte vrouw, paradijs. Nou, knoopt u eraan vast wat u uh, wilt in, uh, in dit hele verhaal. Nou goed, dit is het Noah-Noah. Hier springt met u even snel overheen hoor. Leest u het anders later. Als ik het ooit op het internet zou kunnen gaan zetten, nog een keer weer, uh, weer na. Maar Noah Noah is een soort van een reisverslag wat hij geschreven heeft uh, over zijn eerste periode in uh, Tahiti. Of de tweede periode ook bij zit, weet ik zo niet. Daarin beschrijft hij ook onder meer het ontstaan van zijn schilderijen en wat het voorstelt. Uh, aan de andere kant schijnen er heel veel dingen die daar, ja, laten we zeggen, in staan dat hij die uit de dikke duim gezogen heeft. Of hij heeft het soms letterlijk overgeschreven van iemand anders. Dus je moet het wel altijd met een korrel zout nemen. Het heeft eerste in instantie als ergens als een feuilleton gestaan, heb ik begrepen. En later is het uh, uh, in zijn totaliteit gepubliceerd, heb ik begrepen. Nou goed, laat het gaan wat, u, uh, wat het is. Laat ik u nog even meenemen naar een aantal schilderijen. Kijk, hier zie je de kleurigheid en de vrolijkheid alweer voorbij komen zitten. De zaad, het zaad van de Areoi. Hè, u ziet het hier al wel weer terugkeren. En waarin ja, de oppergodin, zou je bijna kunnen zeggen, met, haar, met nou, bijna een soort van bloemzaadje in de handen zit. Wat natuurlijk straks de Tahitianen uh, moet gaan voorstellen. Prachtig kleurrijk, en een beetje plat, ook klassonistisch, met die lijntjes eromheen geschilderd. Prachtige tropische indruk, ook vooral met die patronen die je constant in die kleden uh, weer tegenkomt. Die uh, ja, vulkaanachtige, bergachtige landschappen, die je elke keer weer achter uh, aantreft. Maar ook, nou, nou, ik zou bijna zeggen, onvermijdelijk de vruchten op de voorgrond van de wereld van Tahiti. Maar ik denk niet dat het vreemd is als ik tegen u zeg dat ook dit weer een Egyptische indruk maakt op een, een of andere manier, op de manier dat zij zit. Het gebaar wat zij schijnt te maken, trouwens met die handen zo. dat schijnt hij weer ergens bij het Javaanse vandaan gehaald te hebben. De indeling van de plaats schijnt hij weer bij het Japanse gedaan, vandaan te, gehaald te hebben. Kortom, kijk, er is niks op tegen hè? als kunstenaar als je dat doet. Alleen het is altijd even waarschuwen als je ernaar kijkt van waar. wat is eigenlijk nou hetgeen waar ik naar aan het kijken ben. En hij had nog een andere. Belangrijke bron hoor, voor deze voorstelling. Nou, dit is er eentje van. Maar dat is bijvoorbeeld dit schilderij. Ja, er komt een dag. Ik kan niet om hem heen intussen. Deze meneer Pierre Puvis de Chavannes, zijn naam komt elke keer voorbij. Zit een, een groot geëerd schilder in de tweede helft van de 19e eeuw. Door iedereen gezien als een uh, ja, groot voorbeeld en ook door Gauguin. Gauguin had een hele grote bewondering voor hem. Uh, hij heeft in uh, 1872 dit uh, schilderij gemaakt, wat de hoop symboliseert voor Frankrijk na het verliezen van de Frans-Pruisische oorlog maar je hoeft alleen maar naar haar positie en dat gebaar met dat stakje van hoop in haar handen te kijken, de manier hoe dat zij zit en je gaat terug naar hoe dat die haar afgebeeld uh, heeft, ja dan kun je niet, nou, anders concluderen hè, dat daar overeenkomsten uh, in uh, zitten. Goed, maar hij plukt alles bij elkaar. Uit verschillende culturen. Kijk, hier heb je ook weer zoiets heel iets prachtigs. Dan heb je de christelijke cultuur. En die zet je dan vervolgens over naar Frans-Polynesië. Want dit, dit is natuurlijk ook tegelijkertijd heel mooi symbolistisch. Omdat je nu ineens het kerstverhaal over gaat zetten naar de wereld van Frans-Polynesië. Want de vrouw die u daar aan de rechterkant ziet. En het kind wat ze dus op de schouders heet. Het schilderij heet Ave Maria. Wees gegroet, Maria. Dus hier loopt een Polynesische Maria rond met Jezus op de schouder. En als u ook goed kijkt, en ook als u niet goed kijkt, dan zult u het waarschijnlijk, ik zal u even helpen. Dan ziet u ook he, dat ze aureolen uh, ro uh, rond hun hoofd uh, hebben. Dus nu wordt ineens bijna net zoals met, uh, hey, laat ik maar zeggen, de worsteling, visioen van de worsteling in het veld he, met Jacob uh, in de wereld van uh, het, 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 het kruis wat u vorige week gezien hebt naar Golgotha toe bij de Nabi-groep lopen hier eigenlijk twee werelden door elkaar heen. De wereld zou je bijna kunnen zeggen van de Bijbel he, van 2000 jaar terug en de Frans-Polynesische wereld. Uh, in, uh, in rond 1800, uh, 1880, 1890. En je moet altijd wat langer naar kijken. In de alle gebladerte en bloemen, et cetera, ontgaat je soms af en toe wat. Hier staat dus ook een engel met gekleurde vleugels en een palmtak. En dit is haar donkere haar, dus ze heeft ook een beetje een groen gezicht. Dat is het, daar kan ik ook niks aan doen dat dat het geval uh, uh, is. En dan voor haar, u had het al wel gezien, staan dus twee vrouwen in keurige aanbidding. Ja, en dan denken we van waar kennen wij die ook nog maar weer van? Nou, die kennen wij dus van dit. En dat komt dus weer bij Borobodoer vandaan. Dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nou goed, Ia, Ia, Ia Orana Maria, maakt u ervan van wat u uiteindelijk uh, wilt. Maar goed, een van zijn allerbekendste, allerberoemdste schilderijen is dit. Hè, dit is uh, Manawa Tupapau heet het, hè? oftewel de geest van de doden kijkt toe. Dit behoort absoluut tot zijn allerberoemdste uh, schilderij. En je komt er in bijna heel veel kunstgeschiedenisboeken ook tegen. Ook tot een van zijn meest geslaagde schilderijen. Ik had het zelf ook op mijn eigen folder ge gestopt. Dus als u denkt: ik heb het al eens een keer gezien, maar ik weet niet waar. Daar kwam u het onder meer uh, tegen. Uh, even, waar, even het beeld, hè, waar kijkt u hier naar? En dan moeten we even gaan analyseren wat zich hier afspeelt. Of wat zich hier mogelijk heeft afgespeeld. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Eén, het is avond, het is nacht in elk geval, het is donker en op de voorgrond is nou donker zwart hè, weergegeven. Dit is een bed waar een uh, soort van een kleed overheen ligt en op dat kleed daar ligt, uh, daar ligt dus uh, de vrouw van Gauguin, dus zijn Vahin uh, zou je kunnen zeggen. Wat zeg je? Die, die is, het uh, is 1892, uh, jaar 14, 15 zo ongeveer. Dit zal ongeveer haar leeftijd uh, zijn. Zij ligt met haar buik hè, op, de, op het bed. Met haar handen, toch wel in een wat merkwaardige pose, zou je kunnen, uh, kunnen zeggen. Dus uh, zo uitgestrekt, van zo ligt je toch meestal niet. En ze kijkt eigenlijk uh, ons uh, vervolgens aan. Het is natuurlijk een heel plat schilderij, hè, maar dat hoort een beetje ook bij het kwasonisme. En de stijl van, uh, van uh, uh, Gauguin zelf. Achter dat bed, daar staat dan hier. <tosses> In beschrijving zie ik heel vaak staan een oude vrouw. Maar goed, ik heb, bij een oude vrouw heb ik toch altijd een iets wat andere gedachte, moet ik eerlijk toegeven. Het is iets vreemds, iets donkers, iets zwarts. Iets, het is een geest. Dat moet zich dames volgens mij voorstellen. En het is ook een voorstelling hoor, daar ben ik nu stellig van overtuigd, waarbij uh, binnen en buiten dus die werelden gewoon door elkaar lopen. Dus u kijkt hier eigenlijk ook achter naar een soort van een landschap en de wereld die daar uh, vervolgens te zien uh, is. Goed, dat is een beetje wat u, wat u ziet met een, met een paarse achtergrond. Uh, wat is het verhaal hier nou eigenlijk achter? In dat Noah-Noah heeft Gauguin uh, beschreven van wat zich hier heeft afgespeeld. Wat hij zegt, hè, wat hier zich heeft afgespeeld. Dat is namelijk eigenlijk het volgende. Eerst moeten we even iets weten over de cultuur in die tijd. Uh, de Polynesische cultuur, mensen in de Polynesische cultuur destijds, uh, hoe, zal ik het, hoe leg ik dat het simpelste uit, uh, konden niet tegen duisternis. Dat wil zeggen, als ze ergens waren, was er altijd licht. Dus er moest altijd een kaarsje branden of weet ik veel nog. Want absolute duisternis, dat, was, dat kwam je daar niet tegen. En absolute duisternis werd dus ook blijkbaar gezien als gevaarlijk... op het moment waarop de dood je zou kunnen gaan, uh, gaan bezoeken. Dus dat is stap één wat u mee moet nemen. Twee, hè, zij was natuurlijk de vrouw van uh, Paul Gauguin. Paul Gauguin had haar thuis uh, achtergelaten. Die was ergens, misschien in de hoofdstad, ik weet veel, ergens op bezoek gegaan. Had tegen haar gezegd van nou, ik uh, ben spoedig weer terug. Of uh, ik ben voor vanavond weer terug, maak je geen zorgen. Maar de waarheid was natuurlijk, u snapt hem al wel aankomen... dat hij s'avonds laat, heel laat weer terugkwam. Toen was het intussen donker geworden. En toen trof hij haar dus op bed aan. Nou, ongeveer in deze pose. Uh, tegelijkertijd rillend en tegelijkertijd verstijfd van angst... Met het idee he, in die duisternis dat zij namelijk dacht dat in die situatie de dood haar kon zien, of zij dacht zelf de dood te zien. In die situatie. En vandaar ook die bijna verklamte handen die je daar ziet. Hè, zoiets van, van: zo ga je eigenlijk normaal niet liggen. En zij kijkt dus ook uh, ja, bijna angstig in zijn, uh, zijn richting vanuit een ooghoek. Hè, wat eigenlijk al wel heel veel uh, uh, zegt in dit geheel. Dus hier komt die wereld van die Polynesische geloof. De gebeurtenis zoals hij dat uiteindelijk ziet. Uh, komt voorbij uh, zetten. Hij beschrijft dan ook hen daarin dus dat, het, dat het iets heel merkwaardigs over zich heeft: want zij ligt natuurlijk hier naakt op bed. Dus als je nou volledig naakt op bed ligt, dat heeft direct zo'n verwijzing naar uh, wat hij dan later zegt van ja, ze ligt op bed alsof ze zo een zonde wil gaan bedrijven, zoals hij dat dan vervolgens noemt. En zijn mooie lijnen vormden haar lichaam, maar tegelijkertijd heb ik haar een blik van angst in de ogen uh, gegeven. Nou, Voor zover dit het verhaal van Gauguin wat hij uitgebeeld heeft, dus die bijgeloof, die mythische wereld van de wereld van Tahiti, wat u hierin uh, ziet. Zij die hen gelooft in aanwezigheid van die geest in de vorm van de dood, of wat het ook in vredesnaam zou mogen uh, zijn, die haar elk moment mee zou kunnen nemen naar, dat weet ik veel nog wat. En dat heeft hij als een iets heel intrigerends gezien om uiteindelijk in zijn schilderij vast te leggen. Goed, dat is een manier één waarop je het aan kunt vliegen. Intussen zijn er ook andere verklaringen voor het werk, maar dat heeft Gauguin niet opgeschreven. En dat is, dan moet je eventjes de andere kant van Gauguin eh, kennen. Eh, hier ligt een eh, angstig meisje op bed. Gauguin, dat weten wij intussen, was een notoire vrouwenmepper. We weten dat hij zijn vrouw uh, mette, in, uh, waar hij, die dus in Kopenhagen was achtergebleven. Dat hij die regelmatig geslagen heeft. Hij had woede aanvallen, alles wat daarbij uh, hoort. Dus die twee, die zei Ja, ik zeg van ik mag de man niet. snapt u? Het wordt alleen maar erger als je al die verhalen uh, uh, gaat, uh, gaat horen. Dus hij was een notoire vrouwenmepper. En als je iemand bent die zo agressief is. En uh, ja, laat ik maar zeggen, ook zo op lust uit is, dan vraag je ook af van hoe hun seksuele verhouding, et cetera, in elkaar gezeten heeft. Ja. Dus de grote vraag: hij komt hier s'avonds laat weer terug. Zij ligt verstijfd van angst op het bed. Maar voor wie of wat is zij eigenlijk bang op dit moment? Ja, is zij misschien niet bang voor hem? En wat hij in deze situatie uiteindelijk zou kunnen gaan doen of met haar zou kunnen gaan doen. En die interpretatie, hè, die, dat is natuurlijk eentje die, uh, die later uh, natuurlijk vooral gekomen is. Maar dit is een kant die je van Gauguin ook nooit leest. Dus alleen maar als je echt door uh, gaat spitsen. Dus dan krijgt het, krijgt het schilderij ineens een heel andere draai. Ook met het idee wat heel vaak er dan aan vastgekoppeld wordt: is dat uh, Gauguin waarschijnlijk ook dingen als angst als iets erotisch ervaren heeft. Dus nou goed, zij ligt daar angstig. Maar goed, dat komt u ook altijd in vampiersfilms tegen. Dan zijn het altijd van die mooie, blanke, blonde, jonge dames die dan vol angst kijken. En er is natuurlijk niks spannender voor mannen als een angstige vrouw, zou ik bijna willen zeggen. En dat zie je hier dus ook weer uh, in, uh, in terugkeren. Uh, dus het schilderij heeft meerdere lagen. Dat idee van de angst uh, uh, heeft Gauguin uiteindelijk ook beschreven. Dat versterkt hij vooral ook. Door uh, die achtergrond paars te schilderen. Dus paars is voor hem de kleur van de angst. Dat moet dus voor hem uh, dus ook de angst uh, symboliseren. Nou, in zover over inhoud. Hoe uh, tuurlijk is het zo dat bijna altijd voor kunstwerken je haalt ergens ook je inspiratie vandaan. Tuurlijk, hij had haar zien liggen. Uh, hij heeft haar uiteindelijk zo geschilderd. zal ze haar straks vele keren nog weer opnieuw uitbeelden. Maar goed, heel. Helemaal nieuw is haar pose en houding natuurlijk niet in de kunstgeschiedenis. Kijk, want uit de oude traditie kennen wij namelijk dit beroemde beeld, wat bekend staat als de Hermafrodiet. Dit is een beeld uit de tweede eeuw na Christus, dus uit de wereld van de klassieke oudheid, van de wereld van de Romeinen. En dat behoort tot de collectie van het Louvre. Dus Gauguin heeft dit werk ongetwijfeld gezien, heeft het werk ook waarschijnlijk destijds getekend. Uh, als u vandaag de dag naar het Louvre gaat in Parijs, zult u het daar niet meer aantreffen. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat het niet meer onderdeel is van de collectie van het Louvre. Maar het Louvre heeft tegenwoordig een depot in Lens. Dus als u met de TGV naar Engeland toe gaat, dan moet u voordat u in de tunnel stapt, even in Lens uitstappen. Want daar is een depot van het Louvre ge, uh, gevestigd. En daar bevindt zich dit. Uh, beeld Met een aantal andere hele beroemde werken. Maar hij, zij, het, ik durf het niet meer te zeggen wat het is. Mens moest ik op een gegeven moment zeggen, werd vanochtend. Ik zei: maar ja, wat, wat moet ik nou hij of zij of het? Of een. een, 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 een goed, maar ze, ze ziet eruit als een vrouw en een hij tegelijkertijd. Dat ziet u al wel. Dus daarom is het. Uh, toch? Of zeg ik nou hele gekke dingen? Ja. Nou goed, intrigerend is het in elk geval wel. Ik denk niet dat u daaraan uh, aan gaat twijfelen. Maar je hoeft natuurlijk alleen maar naar die, haar pose en houding te gaan kijken. En je ziet dit, dan zie je daar overeenkomsten weer terug. Aan de, an, aan de andere kant, moet ik heel eerlijk toegeven: hè, dat is, uh, kijk, het hoort natuurlijk sowieso in een traditie van de West-Europese kunst. van het weergeven van vrouwelijk liggende naakten. Denkt u aan de Venus van Urbino, van Titiaan. Of de Venus van Giorgione. Denkt u aan de beroemde Venus van Velasquez. Of denkt u bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld aan de beroemde Olympia van Manet. Die in dit geval geen Venus is, maar een prostituee is. En u ziet het hier ook al wel als u goed oplet. Want dit is namelijk niet de Olympia van Manet, maar dit is Paul Gauguin die de Olympia van Monet heeft nageschilderd. Dus uh, Paul Gauguin kende het werk van de Olympia van Monet natuurlijk en had daar ook een grote bewondering uh, voor. Dus je zou kunnen zeggen, dit is zijn, ja, je zou bijna zeggen, Polynesische uitdrukking van de Europese Venus. Alleen maakt hij daar natuurlijk zijn eigen uh, traditie uh, van. Wat moet ik hier nog meer van zeggen? Nou, Het duikt natuurlijk later in vele idee dingen op. Maar die, die fascinatie van zonde, angst, dood kom je dus meer bij hem tegen. Daar kan je verder niet zo heel veel over zeggen. Hè, maar dit heet zijn Bretonse Eva. Dus het is zogenaamde Eva voor de val in het paradijs. Wederom helemaal naakt afgebeeld, doodsbang en tegelijkertijd hen de slang die hier tussenaan gaat komen. Ook dit heeft weer dat erotische, zonde, uh, promiscue... Bom, 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 bom. nou, gooit je het maar in een muts en tel het bij elkaar op. Maar goed, hij heeft vele keren uh, uiteindelijk dat thema weer opgepakt... van, het liggende, van zijn liggende nou, vrouw, laat ik het zo zeggen... Ja, angstig voor de dood, soms in studies, maar ook in verschillende media... Dus de ene keer is het lithografie, dan is het weer een houtgravure, dan zijn het weer tekeningen. Maar het is een constant terugkerend uh, onderwerp van zijn, uh, zijn werk. Even over de diversiteit van zijn media gesproken, dit is natuurlijk een lithografie. Zult straks ook houtdrukken tegenkomen. De man is echt op heel veel terreinen uh, actief. Uh, later zal met name ook datgene wat hij wel of niet kan doen met kleuren bijvoorbeeld, afhankelijk zijn van het, het materiaal waar hij zijn handen op kan leggen. He, je kunt je voorstellen dat als je in Parijs bent, dat je de, letterlijk alles tot je beschikking hebt, omdat dat natuurlijk een grote stad is waar je alles kunt kopen. Maar als je ergens uh, in een rimboe zit, dan moet je je op een gegeven moment zien te redden met datgene wat uh, tot je beschikking is. Maar al die elementen zitten weer in. Zij angstig hier, een soort van een geest van de dood. En dan zit hier nog een soort van een afgod. Die Gauguin weer uit zijn uh, duim uh, uh, gezogen uh, heeft. Ik zit alleen met één ding. En ik mis je dat iemand van u er ooit achter komt. En dat is namelijk die witte pluizige vlekken die elke keer. Engeltjes? Ja, ik, ik weet het niet. Ze, ze duiken af en toe in zijn schilderijen op. Ik de Heilige Geest. Kijk, het, het wordt, ja, dan zit nog een verschil tussen een heilige geest en een duiveltje hoor. Kan ik u zeggen. Ja, een ja, of een duif of weet ik veel uh, nog wat. Maar u ziet het al wel. Hè? Het onderwerp heeft hij op vele verschillende manieren gebruikt. Uitgebeeld hier weer in een houtgravure. Waar, waar ik bijna geen koek van kan bakken, moet ik eerlijk toegeven. Dus u hoeft ook niet wakker te, te liggen als u dat ook niet, uh, niet kunt. Ja, want het is mij niet helemaal duidelijk van waar haar hoofd nou precies zit. Is dit, is dit nou. Nou goed, deze laat ik even zitten voor wat het is. Maar hij heeft heel vaak, hè, zeg maar, dit soort. Uh... En hier ziet ze er bijna uit als een, als een foetus in een baarmoeder. En ook hier weer zo'n soort van afgodsbeeld op de achtergrond. waar dames omheen uh, dansen. Het is een. Uh... Nou goed, dat hij trots was op het schilderij is wel duidelijk. Van als je meestal trots bent op je eigen werk, dan uh, maak je een selfie met jezelf uh, erop. En dat heeft hij hier uh, ook uh, gedaan: in de wereld van het Polynesische. Het punt is hen over het algemeen, als je in deze periode zijn schilderijen voorbij ziet komen dan is, is het, het beeld klopt niet, hè? dat moet u zich in ieder geval wel even realiseren, is het idee van, ja, dit is echt bountyparadijs op aarde. Als ik dit zie, dan denk ik van, ach, wat een fantastisch klimaat, wat een mooi strand, de vrouwen voor het opplukken. Die, die zo de, de, de zee induiken met het lekkere warme water. Over het eten en drinken hoef ik mij geen zorgen te maken. Want ik neem gewoon een speertje mee naar de baai. En hups, ik prik er een vis aan vast. En dan hou ik niet van vis, maar dat is weer een ander verhaal. Eh, en dan heet je dat vervolgens s avonds wel op. Maar het idee hè, dat je een soort van een paradijs terechtkomt, dat vind je dus elke keer in zijn schilderijen weer terug. Natuurlijk ook heel erg aangezet met kleur. He, uh, vaak met naakte vrouwen, met een soort van een erotische zweem eroverheen. En dat is een fenomeen. He. Naast natuurlijk het feit dat hij uh, portretten uh, geschilderd heeft, van, uh, van die trouwens mooi gedaan is hoor, uit dames uit die omgeving. Maar ook hier weer. Maar laat u dus niet bedriegen hè. Want uh, om even een voorbeeld te noemen, dan heb je van die vrouwen bij de zee en dan dit en dat en dan zie je die prachtige stranden. Ja, aan Tahiti is natuurlijk een vulkanisch eiland. Dus daar kom je helemaal geen witte scheveningse zeestranden tegen, maar het is natuurlijk hartstikke zwart. Ja, dus dat is het zwarte gruis wat je daar aantreft en dat is absoluut niet het kleurrijke wat je dus op zijn schilderijen uh, tegen uh, gaat komen. Maar goed. Ja, als ik hiernaar kijk, denk ik van, ach, wat doe ik nog in Hoorn of in Zuidoost-Beemster? Ik kan veel beter naar Frans-Polynesië af, uh, afreizen. Uh, ja. Met de belofte dat ik als rijkman weer terug zal gaan keren. Uh, ook nog erbij. Maar je ziet al die dingen weer terug. Vrouwen uh, mooi in een landschap, uh, vloeiende lijnen, uh, afgodsbeelden. Ik noem ze even afgodsbeelden, ze zijn natuurlijk godsbeelden. Het is maar net welke religie dat je natuurlijk. Aanhangt. Mooie kleurrijke uh, patronen. Ja, het, het leven van geluk zou ik bijna zeggen: een straaltje tegemoet. Volgens mij is deze dame bezig haar haar te wassen of zo. Ik heb geen idee. Zo ziet het er een beetje uit. Nou, dit is het moment waarop hij zijn schilderijen. wel enigszins weet te verkopen in Frankrijk. maar dat hij erop binnen loopt. Nee, dat niet. Dus hij zal straks ook naar Frankrijk weer terugkeren. En een van de redenen waarom hij naar Frankrijk terugkeert, is omdat geld gewoon op is. Want hij had natuurlijk zijn boeltje verkocht. En met het idee van: ik ga nu naar Polynesië toe en ik ga daar veel succes hebben. Komt dan daar in de hoofdstad aan. Denk van: nou, misschien als portretschilder kan ik nog even uh, wat bijklussen, bij wijze van spreken. Nou, dat valt dan heel erg smerig tegen. En dan op een gegeven moment, ja, wordt het toch minder en minder en minder en minder. Hij maakt wel hele mooie schilderijen, stuurt dat uiteindelijk ook op naar Europa toe. En daar wordt dan bijvoorbeeld ook in Kopenhagen, want er zit zijn vrouw natuurlijk ook, en er zitten ook kunsthandelaren, et cetera. Wordt dus een expositie van zijn werk uh, gehouden. En daar worden een aantal van zijn werken uh, verkocht. En. Uh, dat is voor hem waarschijnlijk ook weer zo'n signaal geweest van... Bingo! Dus als ik nou terug ga naar Europa toe als kussen... dan kan ik daar mijn werk als zoete broodjes uh, over de toonbank gaan uh, verkopen nou een beetje dezelfde thematiek hoor ik heb u ga even verder niet zozeer de dingen allemaal van uitleggen, maar bijna altijd zie je weer hè, ook hier een strand, een prachtig roze strand met mooi door transparant water. De werkelijkheid is natuurlijk een hele andere kleurrijke achtergrond erbij. Dit is toch zo'n soort van afgodsbeeld hè, zie je een soort van een duivel op de achtergrond en zij die hier als een soort van een naakte Eva op de voorgrond staat, hier worden je van alles en nog wat door elkaar uh, gemixt. Maar dit is uiteindelijk dus de uitkomst. He, in 1893 besluit hij terug te gaan naar Frankrijk. Reden, en dat let u wel, een relatief succesvolle op, uh, expositie in Kopenhagen. Dus hij, er wordt wat verkocht. Maar het is natuurlijk niet zo dat aan het eind alles van hem verdwenen, uh, weg is. Maar ja, zijn geld is op. En dan denk je: van nou, als ik weer terug ga, dan kan ik daar uh, misschien de Blitz gaan uh, maken. Maar uh, waarschijnlijk misschien ook een van de belangrijke bronnen waarom hij weer terug gaat, is dat hij last van zijn gezondheid gaat krijgen. En wij denken dus dat dat de eerste duidelijke sporen van de syphilis uh, geweest is. In de hoop hè, dat hij genezing misschien vindt in, uh, in Europa, in Parijs. Nou keert dan terug in Frankrijk, wat er eigenlijk een beetje gebeurt hè, is dat hij daar exposeert, de... probeert daar natuurlijk ook een beetje een Tahitiaan uit te hangen, als u begrijpt wat ik bedoel, dus ik ga een beetje in exotische kleding rondlopen, hè, ik ben de excentrieke kunstenaar, daarmee trek je dus aandacht uh, naar je toe. Uh, hij, hij krijgt een relatie en een affaire met de dame die u hier aan de linkerkant ziet. Zij staat dan bekend, bekend als Hanna de Javaanse. Ze schijnt helemaal niet van Java afkomstig geweest te zijn. Het is me niet helemaal duidelijk waar ze wel vandaan kwam. Ze was een, heb ik begrepen, een soort van een halfbloed van iets. Maakt ook verder niet uit. Was het, uh, hoe zal ik het zeggen? Ze was een portret, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus wel een, een kenmerkende dame. Maar die twee waren dus gewoon een verschijning. Hè. Dan komt Paul Gauguin en dan heb je die dame, die dus openlijk zijn maîtresse is. Wat hij ook niet onder stoelen of banken steekt. Die man die in Tahiti gezeten heeft. Dus het is ook een soort van een ja, verkooptruc uh, geweest. Maar het grote succes waar hij op gehoopt had. Het een mislukt, het ander mislukt. Uh, hoopt dan op een gegeven moment de leiding weer over die nabiegroep groep te krijgen, die we vorige week gehad hebben. Nou, daar hoeft hij eigenlijk ook intussen niet meer mee aan te komen. Dus dan duurt het niet lang of dan besluit hij uiteindelijk weer terug te gaan. Wat hem niet van weer houdt hoor om gewoon in uh, Parijs natuurlijk gewoon Tahitiaanse schilderijen te maken. Maar voor Paul Gauguin is dat natuurlijk geen probleem. Van Paul Gauguin, die zegt van ik hoef niet alles letterlijk naar de natuur te schilderen. Wat ik voor mij zie. Hè, op basis van printen en tekeningen en mijn herinneringen, mag ik gewoon hè, mijn interpretatie aan de werkelijkheid geven. En dat leidt ook onder meer hè, tot een werk als dit. Kleurrijk, prachtig wat hij in. Uh, in Parijs geschilderd heeft met die mooie symmetrische figuren op de voorgrond met groen. De dag van de god heet het. Kijk, hierachter staat dus zo'n nou, idool, zeg ik dan, zo'n godsbeeld. Waar hij dat vandaan geplukt heeft, no clue in dit geval, maar niet Polynesisch. Daar kunt u uh, een gif op innemen. En hier zie je dus ook die mooie confrontaties van culturen weer terugkeren. Aan de linkerkant zie je dan zogezegd die vrouwen aankomen zitten met offergaves, die voor de god of godin zullen worden geofferd. Maar hier aan de rechterkant, en dat zal ongetwijfeld de Gauguin ook enigszins geniffelend hebben geschilderd, denk ik, daar zijn twee dansende vrouwen te zien. Wij hebben zoiets van, nou, is normaal, het is een feestdag, dus. Aan het dansen. Maar het grote punt is, u moet zich wel voorstellen: we zitten in de 19e eeuw, we zitten in Frans-Polynesië, we zitten in een katholiek gebied. Dus als je als vrouw, bij wijze van spreken, ook maar een beetje met je heupen gaat zitten wiegen tijdens de dans, dan wordt dat door de katholieke kerk als iets promiscuus en erotisch en verleidelijks uh, gezien. En de lokale bevolking in Polynesië er dus blijkbaar hè, heel erg zo met de heupen. En de missionarissen in Polynesië proberen dat dus met wortel en tak uit te roeien. En die proberen dat dus te verbieden. Maar goed, dat werkte natuurlijk uh, niet. Let maar eens op hoor, als je later nog meer van die werken gaat kijken, komt vaker van die dansende dames daarin tegen. Maar dat vond hij natuurlijk ook typisch weer een kenmerk van die Polynesische cultuur. En daar had de Katholieke Kerk nog geen grip op weten te krijgen. En een ander beroemd werk van hem is deze. Wat het is, ik moet eerlijk toegeven, ik heb een pagina's over gelezen en ik weet het nog steeds niet. En volgens mij weten we het ook gewoon niet. Maar wat hij hier gewoon gemaakt heeft is zijn eigen Godsbeeld, afgodsbeeld. Wat u daar ook van wilt gaan maken in een of andere soort van een primitieve vorm. Het is keramiek, hè, waar u naar kijkt. Er staan een aantal uh, exemplaren uh, van. Uit klei en geglazuurd en weet ik veel nog wat. Het is een soort van een primitieve grote vrouw met lange haren. En onder haar voet, voeten vertrapt zij hier een, een wolf. Met een open gesperde bek. Zeg ik, ik zal hem even. Uh... Kijk, ziet u. Ja, met hier de tanden. En onder haar arm, hier aan de rechterkant. Ook met zijn open gesperde... Be Moet ik even een stapje terug doen, hoor. nou zie ik het zelf niet meer. Uh, uh, hier, hier, zit, hier zit de kop, daar zit de bek. Sorry, ik zat op de veerde kik. Houdt zij dus een wolvenjong vast. Dus ze vertrapt, zou je kunnen zeggen, de moeder. En uh, neemt uh, het kind vervolgens in haar uh, armen... Ja, wat is zij? Ja, nou goed, hij heeft gezegd van ja, ze staat voor de dood. Ze staat voor het primitieve. Ze staat voor de wildernis. Ze staat voor de wreedheid. Ze staat voor. Ik heb geen idee wat het is. Maar het ziet er heel onbeholpen en primitief uit. En één ding hebt u intussen al geleerd. Als u kijkt naar het allereerste werk van Paul Gauguin, zoals hij bijvoorbeeld het hoofdje van zijn zoontje heeft, uh, uit Marmer heeft gehouden, dan weet u hein, dat dit niet een kwestie van onbeholpenheid is, maar dat hij dat wel bewust zo gemaakt uh, heeft. Nou, wat stelt het voor? We weten het niet. Het is leven dood. Uh, sommige mensen zeggen dat Paul, dat Paul Gauguin zichzelf als karakter hiermee uitgebeeld heeft. Dus dat hij daarmee zichzelf wil weergeven. Nou, laat ik zeggen van wat het, wat het is. Uh, als ik naar inspiratiebronnen ga kijken, krijg, kom, ga, kom ik snel, heel snel bij de afbeeldingen uit het oude Assyrië uit. Van de fameuze Gilgamesh Epos. Waar u hier uh, deze afbeelding uh, van ziet. Waar duidelijk wel overeenkomsten uh, bij zitten. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken hoor dat Gauguin hiermee. Uh, ja, het is klei. Het is, het is klei met glazuur. Welke? Deze, nee, dit is waarschijnlijk gewoon graniet. Dit is gewoon echt in steen uitgehouwen. Ja, maar dit is ook. Uh, dit is ook uh, twee, twee, 2.500 jaar ouder. Hè? Dus dat is het. Uh, dit is. Uh, even van de. Ja, dit heeft een. Uh, dit is, dit is Assyrisch, denk ik, toch? Ja, dat ja, is Assyrisch. Ja, mooie cultuur is dat. Maar dat dat beeld van hem invloed uitgeoefend heeft, kun je heel duidelijk weer zien. Want ja, daar gaan we weer. Aan de rechterkant ziet u dus dat beeld van Paul Gauguin. Pablo Picasso had een ongelooflijk grote uh, waardering uh, voor het werk van meneer Gauguin. En toen hij dus zijn beroemde demoiselle, Davignon, gemaakt heeft. Vorige keer hebben we eens een keer verwezen naar de maskers die hij op een tentoonstelling in Parijs heeft gezien. Dat was één van zijn belangrijke inspiratiebronnen. Maar de andere hele belangrijke inspiratiebron was dit, dus dat beeld wat Gauguin gemaakt uh, heeft. Dus ook als u hier, en u kijkt er een beetje dan, en, en, en dat dat eerste cubistische schilderij ook deels daar zijn inspiratie van uh, vandaan gehaald heeft. Kunt u er nog tegen? Nou goed, dit laat ik even zitten voor wat het is. Dat hij van die gekke, antropomorphe, niet te grijpen beelden maakt. Waarvan je dan denkt: wederom, hij kan het beter, he, dat weten we intussen. Hij kan fantastisch werk maken. Maar ja, dit, over primitief gesproken. Ja, kijk, als ik ga kleien, komt er bij mij zoiets uit. Maar dan is dat omdat ik niet beter kan. Maar bij hem is dat. Uh, is dat toch een iets wat ander verhaal? Ja, of dit, he, wat hij in, uh, in 1893-1895 in Parijs maakt, zijn interpretatie van een soort van een godsbeeld uit Polynesië. maar dat heeft hij natuurlijk gewoon, ja, ik leeg. Nou ja, goed, de figuur duikt overal en nergens op. Eén uh, ding weten we in elk geval wel, hè, ook in zijn geschriften, in, 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 in dat, 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 de reisbeschrijvingen, duikt het weer op. Maar Paul Gauguin heeft in ieder geval één ding kenbaar gemaakt. En dat is namelijk dat als hij kwam te overlijden, dat een exemplaar van dat beeld op zijn graf. Zou moeten komen te staan. Dus als u nu naar de marquesas eilanden gaat en u wilt een bloemetje leggen op het graf van Paul Gauguin. komt u dit beeld dus nog weer uh, tegen. Nou goed, het eind van het verhaal is dit in elk geval. Het succes wat hij hoopte dat hij in Frankrijk zou gaan krijgen. was toch niet het succes wat hij, uh, wat hij verwachtte. Dus uh, uiteindelijk is hij teleurgesteld teruggekeerd naar Tahiti toe. Waar hij in 1895 uh, naar terug gaat. En daar zal hij nog zes jaar relatief comfortabel uh, leven. Dat wil zeggen niet qua gezondheid. Want hij leidt aan van alles en nog wat. Hij had uh, in Frankrijk volgens mij in Bretagne, Toen was hij met zijn Javaanse op ruzie met een aantal zeelieden gekregen. En uh, die hebben hem toen vervolgens uh, kreupel geslagen, weet ik veel nog wat. En hij heeft er een wond aan zijn been aan overgehouden, die nooit meer volledig genezen was. Toen hij later in Tahiti kwam, kwamen er allerlei zweren et cetera, bij waarvan hij zei dat het van die wond afkomstig was. Kennen zeggen dat het van de syphilis afkomstig is, dus u mag kiezen van wat dat uiteindelijk geweest is. En men zag hem ook een beetje als een Melaatse aan. Uh, intussen had hij en examen, hij had syphilis, hij had last van rode ogen, hij had de wond aan zijn been. Goed, maar keert uiteindelijk naar die gemeenschap uh, uh, weer terug. Zijn werk is tussen aanhalingstekens conservatief. En wat bedoel ik daar nou mee conservatief? Hij gaat niet echt hele provocerende werken maken. Ook met het idee hein, dat je dan het werk beter aan de lokale gemeenschap natuurlijk kunt verkopen. Ligt een beetje voor de hand. Uh, over dat beeld kom ik straks nog even weer terug. Want dat hoort er ook nog bij. Tot slot nog even dit. En uh, uiteindelijk zal hij in deze tweede periode dit grote werk gaan maken. Echt groot. Het wordt vaak gezien als zijn magnus opus, zijn meesterwerk. Zo heeft hij dat zelf ook gezien. Het is 1,39 meter bij 3,75 meter. Dus veruit zijn grootste werk wat hij ooit gemaakt heeft. Het hangt in Amerika tegenwoordig, dus u kunt het hier niet meer vinden. En he, als je naar de titel gaat kijken, heeft ze direct ook een mooie filosofische Inhoud de titel luidt, luidt in dit geval. Hè, waar komen wij vandaan? Waar zijn wij, of wie zijn wij en waar gaan wij naartoe? Ik moet u eerlijk toegeven waar wij vandaan komen en wie wij zijn, ga ik geen antwoord op geven. Maar we gaan nu eerst naar de T, denk ik.